Goedemorgen, ik ben nu net een uurtje wakker. Het is nu 7:30 en ik ga zo naar Schiphol toe. En ik heb laatste spulletjes in mijn koffer gedaan. En mijn oma komt zo hierheen en dan rijdt mijn vader ons naar Schiphol. Dus gaan we naar Schiphol toe, samen met Sarah, die komt daar ook, daar spreken we af. En ik heb er zoveel zin in, jongens. Echt, ik heb er heel veel zin in. Het wordt een hele lange vlucht en ik heb vliegangst, dus dat is minder. Maar het wordt heel erg leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Oh, en ik zal even laten zien wat ik aan heb. Dit jasje met dit shirtje met deze broek en mijn gimpen. Maar mijn oma kan hier elk moment zijn. En dan gaan we rijden. Het is spannend, maar ik heb er echt heel veel zin in. Laten we gaan. We zijn nu dus op Schiphol. Hij kan persoonlijk hem vast moeten houden. Ja? Ja. Sarah houdt hem vast. Dit is beter. En we gaan wat eten halen. Yes. Neem het iemand. Oh, help. Dit gaat hem worden. Pas op. Yes. Oké. Okay. Wat willen we? Wat willen we? Wat is het allemaal? Ja, echt zo. We hebben ook rietjes. Het is helemaal gezakt. Nou, ik weet echt niet hoe ik moet vloggen. Jij bent echt een massa flipper, maar... Helemaal niet. Ik heb een rietje. Wacht. Dit is echt helemaal. Ga je dat zo doen? Dat kan ik zo doen. Kijk, we hebben dezelfde broek. En allebei een leren jasje aan. Zo. Oké. Okay. Zo. Wat hou is vast. Dit kunnen we allemaal uitknippen. Dit kunnen we allemaal eruit knippen. Zo over ons praat. Ja, duimpje. Ik hoop echt dat dat erop stond. Ja, volgens mij wel, maar het is er niet. No. Ik zie er ook nog echt heel moe uit. Echt niet normaal. En we moeten ook heel lang. Echt, die vrouw staat al de hele tijd. 4,5 uur. 4,5 uur. En we zijn doodsbang. En ik hoop dat we naast iemand zitten die niet stinkt. Want om op de jij bent veel groter, ik moet mijn armen en mond. Ik hou het bukken. Nou, dat de mensen even opschieten. Ja. Weet je al wat je wil hebben? Maar je moeder had toch al voor je gehaald? Maar ik heb gezien de croissantjes. Ze weet dat ik dat had. Maar we werden net meegenomen door een hele knappe security guard. Sarah wilde daar blijven. Ik wilde er echt bij, was echt zo groot. Oh. Maar het wel een kleine kont. Ik denk dat hij van gaat kijken, omdat hij nu heeft gehoord dat ze naar Junior Song Festival gaan. Helemaal uitleggen wat we gingen doen. Ja. We mochten niet zonder onze vaders reizen, maar dat doen we toch. Maar het was zo, want dat doen ze expres, weet je, dat hij dan zogenaamd vragen gaat stellen. Om te kijken of het geloofwaardig is of dat we wat bedenken. Hij gelooft ons natuurlijk meteen. We moesten een verklaring hebben. Dat ze van onze papa's mee mochten. Ja. Met onze mama's. Oh. Te lang. Al 7 minuten bezig met eten halen. Niet. Ja. Dat kunnen we allemaal knippen. Ja. Maar we vliegen pas om 11 uur of zo en waarschijnlijk hebben we echt wel weer vertraging. Zag je dat? En waarschijnlijk hebben we echt... Ja, wat? Echt zo achter als die in de middag gingen. Echt heel erg. Maar dat ga ik wel gebruiken. Oh, bijna. Het is 6:30 als we aankomen, hè? Het valt best mee. Nou. Ik heb niet meer. Nee, man. Want het duurt echt lang. Ja. Met de zee. Best wel heftig. Ja. Nou, jongens. Het duurde ook echt lang. 10 minuten later? Nou, het is inderdaad. En nu gaan we eten. Is koud vroeger? En dan vloggen we. Ik was het helemaal kwijt. Wanneer gaan we weer vloggen? Als we. We zijn nu onderweg naar de gate. Yes. En dan, ik weet niet hoe laat het is, maar we vliegen al bijna. Het vliegt om 11 uur, dus we zijn best wel op het moment, want we mogen al inchecken. En er zit niemand naast ons. En dan moeten we 4,5 uur vliegen. Yes. En dan komen we om 4:30 Nederlandse tijd aan. En om 6:30 Georgische tijd komen we aan. We moeten daar gewoon naar de Nederlandse. En dan komen we aan. En dat is hier echt een herrie. Ja, echt niet normaal. In Tbilisi. En dan
gaan we naar het hotel. Maar ik denk dat het vliegen wel snel gaat. Ja. We gaan films kijken en het is gewoon een beetje kletsen en zo. Er is niemand naast ons. Inderdaad. Ja, dat kan. Hebben we onze vlaggetjes bij? Ja, iedereen weet meteen waarvoor we komen. Iedereen loopt ons gewoon volledig voorbij. Oké. Okay. Oh, zo mooi. Ik ben ik echt benieuwd. Ik heb er wel echt zin in. Maar ik vind het wel eng dat opstijgen. Ik hou ook niet van vliegen. Maar het komt goed, want vliegen is gewoon heel veilig. Is dat ons vliegtuig, denk je? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Het is wel heel groot. Ja, dat is een dubbele. Oh, dat zien jullie. Dit stoot hij dit ding nog tegen mensen aan. Kijk hoe mensen naar ons kijken, ook omdat we dezelfde kleren aan hebben. Echt, hè? We hebben echt. Ik wil ook gewoon graag. We hebben dezelfde outfit aan. Kijk. Wacht, je ziet het niet. Je jas hangt ervoor. Mijn broek. Sikkel. Yes. Yes. Oh, pas op. Oh, help. Onze moeders zijn er al van door. We zijn nu pas bij D14. En we moeten naar D23. En we lopen zo hard. En we gaan hem sowieso niet missen. Nee. Want nee, mijn oma is er al. Wow. Daar is 22 al. Oké, okay. Daar. Daar is hij. Yes. Oh. We zien hem. Kijk, daar staat mijn oma. Zouden we nog op die rolband moeten? Rolband? Nee joh, nee, loop daar. Oké, okay, we lopen nu het vliegtuig in. Ik ben de laatste, nee! Het vliegtuig in. Oh, als laatste, dat is niet goed. Wat? Oh, aangeraakt. Van samen moet ik het vliegtuig aanraken. Hey. Anders springt het ongeluk of zo. Oh, iedereen kijkt. Voor mij ging je naar Songfestival. Ja! Ik niet. Nee? Oh. Nou, we zitten nu dus in het vliegtuig. We waren echt net op tijd en het is zo warm hier. Het is echt warm. En toen zag ik mijn jasje uit en we kwamen zo binnen en iedereen keek. Iedereen en allemaal mensen zijn er voor het Songfestival. Ja. Maar er zit niemand naast ons en we hopen dat er ook niemand komt. Nee, we hopen ook gewoon lekker. Het is 15:15. Ja, maar zo met de markt komt eigenlijk. Het is 15:15, dus we gaan zo vliegen en we vinden het heel eng. Maar het komt wel goed. Maar het komt goed. Het is heel veilig. We zien jullie weer als we geland zijn of misschien terwijl we vliegen zijn. Ja, want we gaan denk ik nog wel even ons lekkere eten filmen. Ja. Tot zo. Oké, okay, we hebben nu eten gekregen. Woe, we zijn echt benieuwd. Oké, okay, gaan we het openmaken? Dat niets te eten was. Oké, okay, ga jij het openmaken? Wat is heet? Oh, dit is raar. Oh, we zijn er veel. Oh nee, man. Het is heel heet. Oh, wat de hel. Komt hij uit dan? What the fuck? Wat is het? Weet ik niet, weet ik niet. En nu dit, nu dit. Wat is dat voor op? Dit had jammer ook in zijn hand. Wat is dat rode, hè? Nou, ik hoef het niet. Nou jongens, dat is zo bij onze voet zo vergift. We laten jullie straks wel weten of we iets hebben gegeten of niet. Tot zo. Vertel. Nou, wat? We vliegen in ieder geval nog steeds. Goh. Nou, we moeten nog. Hoe lang? We moeten nog 1:10. Dus dat valt nog wel mee, maar het duurt allemaal zo lang. Het duurt heel erg lang. We hebben echt al twee films gezien. Ja, we hebben al twee. Dit is de derde, toch? Ja, dit is de derde. Het is echt zo lang. Het is hier vet warm. Het is heel warm. Het eten was heel vies. En ik heb alles laten vallen. Het ligt er allemaal op de grond helemaal. Ja. Maar het uitzicht? Het uitzicht is het echt waard. Wacht, zal ik het filmen? Ja. Kijk. Ik hoop dat je het ziet. Mensen het vliegtuig en niemand hoort ons. Niemand hoort ons, of zelfs niet zo verschut. Er komt er eentje voorbij lopen. Ik word helemaal spassend van dat piepje de hele tijd. Dan denk ik echt dat het nou in ieder geval. Dus, een uurtje. En dan zijn we er zo wel gaan landen, eerlijk gezegd. Ik denk het. Maar wij gaan nog even onze film afkijken. En ik hoop trouwens dat jullie ons kunnen horen, want ja, het geluid is echt verschrikkelijk hier. Je hoort de hele tijd als. En dan gaan we landen en dan zijn we er en dan gaan we lekker naar het hotel. Yes. Het is nu ongeveer 6:00. 6:00. Dus ja, dat betekent dat we. Zijn we er. Zijn we maar ik denk al eerder, want we gaan naar landen. We zijn nu aan het landen. Het uitzicht is zo stunning. Ja, en ik heb echt last van mijn oren. Ik hoop echt dat jullie het kunnen zien. Dat is echt mooi. Het is echt zo verschrikkelijk mooi. En we gaan nu dus landen. We hebben net onze film afgekeken.
gewoon zo leuk. Ja, dat is ook het is echt niet een aanrader om zo lang te vliegen, want nee, het is gewoon niet te doen. We konden dus, niks meer doen. We hebben 2, 3 films gekregen of zo. Oh ja. Maar op zich. We zijn er bijna en dan gaan we Jannes weer zien. Ja. Zin in. Bij ons. En dan zie ik ook weer mijn familie en iedereen. Dus ja, super zin in. En morgen is de show. We hebben ook heel veel zin in. Ja, kijk, we zijn natuurlijk al voorbereid. We hebben een vlaggetje bij. Dus, nog leuk. Zin in. Weekend. Tot zo. Oké. Okay. Nou, zijn we even eraan. Ja, even. Oké. Okay. Ze kan ook niet serieus zijn of zo. Oké, ja? Ja. Oké. Nou, vandaag is de grote dag. Ja, we gaan zo meteen naar de studio toe, zeg maar. Waar het is. Over een half uurtje. We hebben eigenlijk niet meer zoveel gevlogd. We hebben niks meer gevlogd. Nee. We kwamen echt pas heel laat 's avonds aan. En we hebben vandaag door de stad gelopen. Door het stadje gelopen, niet echt heel interessant of zo. En we gaan nu naar Sarah haar kamer. Even mijn borstel halen. We zijn in de lift. Oh, en lift. Doet hij wel. Deze lift is echt... Heb je een pasje? Heb je een pasje? Heb jij pasje? Heb jij een pasje? Oh nee. Kan iemand hem even vasthouden? Ja. Het uitzicht uit deze lift is echt heel mooi. Oh, eeuw, mijn haar. Het zat toch mooi? Maar aan welke kant komt het uitzicht? Oh, aan die kant. Oh, moeten we filmen? Dat is echt heel pretty. Kijk. Wow, het wordt nu al donker, hè? Ja, het wordt nu al donker, maar het is ook al bijna 6 uur. Yay. Maar we gaan dus zo naar de show toe en we zijn echt benieuwd. Oh, ik ben heel zenuwachtig. Gaan doen. Ik denk dat ze echt een grote kans hebben. Ze zijn helemaal worteltjes. Wat denk jij, Jules? Wat denk jij? Ik heb alle vertrouwen. Alle vertrouwen. Ik ook. Ik ben heel benieuwd. Gaan we met de taxi daarheen? Ja, ja toch? Ja. We zijn helemaal opgemaakt. Helemaal opgemaakt. Ja, het zit echt. Ja, Sam. We gaan nu jouw borstel halen. Ja, want dat was het maar niet. Ja, oké. Okay. Oké, wat gaan we doen? Nou, we filmen. Oké. We zijn er. We zijn er. Kijk, laat zien hoe vet het eruit. Het ziet er heel vet uit. Super hier staat Junior Songfestival op de muur. En wij hebben al zo'n vlaggetjes. Ik heb er zoveel zin in. Het is zo verschrikkelijk koud. Zo koud, dus we gaan snel naar binnen. Ja, en let's we gaan go. Jullie de zaal laten zien. Ja, we gaan alles laten zien. Let's go. Let's go. Ik ben zenuwachtig, jongens. Yes, ik ook. Oh. Wel een beetje. Ja, hè? Vet leuk. Ja, maar ze zijn er al. Vet. Oh, mijn naam is God, en hier is Bram. Bram. Okay. We gaan dus niet in de rij staan. Kijk, en we worden helemaal gecontroleerd, dus dat is wel fijn. Moeten we een rij kiezen? Oh. Nee, we hebben kaartjes. Oh. Oh, die kreeg ik niet zo. Rebecca, waar moeten we naar binnen? Geen idee waarin. Het is echt verschrikkelijk koud. Dit is wel heel gaaf, dit. Ja, hè? Ja, maar we gaan zo even verder vloggen als we binnen zijn. Ja, als we er binnen zijn. Wacht, kan je hem uitklikken? Nou, we zitten nu dus in de zaal. En ik zal even laten zien. En Sarah zit... Ik vind de zeker ik, de allermooiste, dan ben jij. Hey.
wij zijn zeg maar, het land dat de meeste online stemmen. We hebben de meeste online stemmen gekregen, dat is van jullie. Ja, dat is echt heel gek te doen. Echt heel, heel vet. Ja, ja. Vierde. Let's go! Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ben nu alweer thuis. Ik heb de jongens niet echt meer in beeld gehad met de vlog of zo. En dat is wel eigenlijk omdat jullie heel erg druk waren. Ja, jullie waren alleen maar weg. Ja. Maar ik vond het heel erg gaaf. En ik hoop dat jullie het ook gaaf vonden. En ik ben heel erg trots op de jongens. Ik vond het echt heel gaaf mooi om mee te maken, serieus. Ja, ik ook. En ik hoop dat jullie de vlog ook leuk vonden. En hoe zijn we geëindigd? Vierde. Heb je dat al dat verteld? Dat wil je er nog even bij zijn. Heb je dat al verteld? Weet ik eigenlijk niet. Oké, nu wel. Nou, bij deze zijn we vierde geworden. En ik hoop dat jullie de vlog ook leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei doei! Doei!